Nederland Amsterdam se Sriman Deepak Chotkan soh ke saath ye soochana dete hai. Sani 4 April ke 24 tarikh 75, 75 saal ke umar mein Sriman Deepak Chotkan ke ajiya saas, Srimati Monik Chotkan ke aji, Dristina Chotkan ke par aji. Koya ke straat nummer 13 Gangrijpstraat ke rehne wali Vidwa Subhagwati Asha Deokali Dullam ke mrityu hui hai. Inhe log zyada Harold Tante ke naam se jante the. Arthi Kalmangar April ke 27 tarikh subah 10 baje ghar par rakha jayega. 12 baje Koya ke straat 13 Gangrijpstraat se Arthi uthai jayegi. 2 baje Wegnarzee per dag kriya ki jayegi. 2 baje Wegnarzee per dag kriya ki jayegi. Baithak aaj somwar April ke 26 tarikh se ghar par ki jati hai. Sabhi COVID-19 maatregal ke saath arthi kal subah 10 baje ghar par rakha jayega. Nederland Den Haag se Sita Deokali soh ke saath ye soochana deti hai. Sani 4 April ke 24 tarikh 75, 75 saal ke umar mein Sita Deokali ke ma, Farli, Sharaya aur Raymond ke nani, Koya ke straat nummer 13 Gangrijpstraat ke rehne wali Vidwa Subhagwati Asha Deokali Dullam ki mrityu hui hai. Inhe log zyada Harold Tante ke naam se jante the. Arthi Kalmangar April ke 27 tarikh subah 10 baje ghar par rakha jayega. 12 baje Koya ke straat nummer 13 Gangrijpstraat se Arthi uthai jayegi. 2 baje Wegnarzee per dag kriya ki jayegi. Baithak aaj somwar April ke 26 tarikh se ghar par ki jati hai. Sabhi COVID-19 maatregal ke saath arthi kal subah 10 baje ghar par rakha jayega. Tamam parivar har ek ko ye khabar di jati hai. Paul van Green Heritage Fund Suriname. Welkom in de studio. Dankjewel. Goed hoe is het met u? Ja, goed. Gezondheid gaat goed? Ja, ja? We letten er heel erg op. We zijn heel voorzichtig ook op kantoor. Ja. Ja, so, ja. En ondanks de COVID-situatie gaat alles gewoon door bij Green Heritage Suriname? Nee, net als bij alle andere organisaties hebben we een periode gehad dat we niet naar kantoor gingen. Mm-hmm. Al mijn medewerkers moesten verplicht een WHO-cursus volgen over COVID en infectieziekten. Dus okay. Dat is een certificaatcursus, zodat ze op de hoogte zijn van waar we mee dealen. Ja. Omdat we met dieren werken, weten we ook veel af, sowieso al van hygiëne, van hoe je voorzichtig kan werken. Want er zijn ziektes die wij van mens op dier, maar ook van dier op mens natuurlijk kunnen overdragen. Ja. Ja. Dus ja, we zijn ons heel bewust ervan. Ja, ja. Maar oké, kunt u een beetje vertellen over de organisatie zelf? Ja, de Green Heritage van Suriname bestaat nu 15 jaar. We zijn begonnen in 2005 en we zijn toen begonnen met eigenlijk de opvang van luiaards. Mm-hmm. En ook miereneters. Hoe zijn dat echt in Suriname? Ja, we zijn eigenlijk we zijn heel gelukkig dat we het hebben. Ja, want het is een typisch Zuid-Amerikaans dier. Okay. En ik denk dat een heleboel mensen dat niet weten. Dat we hebben luiaards, miereneters en gordeldieren, kapassies. Okay. Yeah. Uniek voor Zuid-Amerika. Yeah. Dus wat we hier hebben is geweldig. Dat is nice. Maar u vertelde, daarmee is de organisatie. Dus daarmee zijn we begonnen met de opvang. En dat deed ik eerst voor de Stichting Dierenbescherming Suriname als vrijwilliger. Ja. En in 2005 ben ik dan met mijn eigen stichting begonnen, omdat ik voor hun deed ik alle wilde dieren, om het zo te zeggen. Dus van die soorten die ik net heb genoemd. Maar het was zoveel werk dat ik dacht van wacht even, deze dieren hebben speciale aandacht nodig. Yeah. En toen zijn we begonnen met een eigen stichting.
En tegelijkertijd was ik ook begonnen met voor mezelf, met wat vrienden naar dolfijnen te kijken, naar braamspunt te gaan. Dat deden we bijna elke week. En daaruit is toen ons dolfijnenprogramma begonnen. Dus we hebben een luiaardprogramma en een dolfijnenprogramma. Dus daarmee is het begonnen. Oh, dat is nice. Ja, en toen kwam eigenlijk het cruciale wat beide programma's gemeen hadden. Dat was educatie. Wat is het eigenlijk wat ontbreekt? En dan komen we ook direct eigenlijk op de missie van en onze visie over Suriname. De missie van onze organisatie is ook om alle Surinamers voldoende informatie te geven, zodat zij goede beslissingen kunnen nemen over onze natuurlijke hulpbronnen. Ja. Hè, hoe die duurzaam gebruikt kunnen worden. En dat kan je eigenlijk alleen doen als je voldoende informatie hebt. En daar ontbreekt het gewoon nog aan. Mm-hmm. Als we het alleen al hebben over deze diergroep, binnen heel Zuid-Amerika weet men eigenlijk vrij weinig over deze diergroepen. Ik kan een voorbeeld geven, is een dwergmiereneter, Likanu. Ik weet niet of u er ooit van gehoord heeft. Het is een mierenetertje van zo klein. En die is als eerste in Suriname ontdekt eigenlijk, toen door Linnaeus beschreven. Dus we hebben het echt over de 18e eeuw, dus lang geleden. Ja. En men dacht dat is één mierenetertje en die komt overal in Zuid-Amerika voor. Nou heeft 2 jaar geleden een Braziliaanse collega, die heeft heel lang onderzoek gedaan, ze heeft PhD onderzoek gedaan. En zij heeft ontdekt dat het 7 verschillende dieren zijn. Wat? Ze lijken op elkaar, maar ze zijn een klein beetje verschillend, maar ze zijn voldoende verschillend om een eigen soort te zijn. Oh, wauw. Ja. Wat houdt dat in? Dat die ene die wij hebben, die komt alleen maar voor op het Guyana-schild en een stukje van Brazilië, een klein stukje van Venezuela. Met andere woorden, waarvan we dachten, oh, heel Zuid-Amerika heeft genoeg van deze diertjes, mm-hmm. blijkt nu dat ze een heel klein, beperkt gebied hebben waar ze voorkomen. Yeah. Met andere woorden, je moet anders naar het dier gaan kijken. Als je wil zorgen dat dat dier blijft voortbestaan, yeah. dan moet je dus ander soort maatregelen gaan nemen. Dus dat is eigenlijk waar we staan en het is ook heel spannend, want je yeah. leert heel veel. Leert eigenlijk elke dag leer je wel wat nieuws over zo'n dier. Het zijn ook heel bijzondere dieren om te zien. En hetzelfde geldt eigenlijk voor die dolfijnen waar we mee werken. Ja. Die dolfijnen die komen alleen voor langs de oostkust van Zuid-Amerika. Dus ga naar Europa, naar Spanje, je gaat die dolfijnen niet zien. Niet vinden. En dat zijn denk ik zaken waar we dan als Surinamers ons bewust van moeten worden van hey, dit is bijzonder, want eigenlijk hebben wij het alleen hier in Zuid-Amerika. Het is bijzonder. Ja. Ik praat niet met u, maar eigenlijk besef ik me dat ik vind dat wij Surinamers heel weinig weten over dieren. Of we houden ons heel weinig bezig met dieren. En ja, als ik nu dit moet horen, ja, dan sta ik er eigenlijk versteld van. Ja, en ook in de context van de pandemie, als we gaan kijken naar dieren, ook de manier waarop we met dieren omgaan. Klopt. Is misschien niet altijd verstandig. Hè? Je kan denken aan honden en katten, dat zijn gedomesticeerde dieren. Maar er zijn ook veel mensen die denken dat het leuk is om een vogel, een wilde vogel, een raaf te hebben. Raven die kunnen een bepaalde ziekte overdragen. En ik weet toevallig van een familie hier waar zowel de man en de vrouw zijn overleden aan wat men noemt papegaaienziekte. Omdat ze dus inderdaad raven hadden en daar heel vriendelijk mee omgingen. Als je een raaf vanaf heel jong hebt, dan doen mensen vaak trucjes, ze zetten iets in hun mond en dan geven ze het over. Klopt. Dat is de manier om een ziekte over te dragen natuurlijk ook. Ja, toch? Ja. Want je gaat met jouw mond dichtbij die staan. Dat wil niet zeggen dat we vervolgens alle dieren moeten doodmaken omdat ze ziektes op ons kunnen overdragen. Nee. Dat wil zeggen dat we een gepaste afstand moeten Precies, houden. Ja. Net zoals wij nu een gepaste Klopt. Afstand houden. En wat wij vooral promoten vanuit onze stichting is dat een wild dier moet in het wild. En we hebben ook nu net een uitbraak van gele koorts in Trinidad. Onder de kapucijnerapen daar. Okay. Met andere woorden, als het zo dichtbij is, is het niet ondenkbaar dat die gele koorts ook naar
Suriname komt. En zoals u weet worden er nog steeds aapjes verkocht op straat. Ja. Zo gaat het door. Ja. Mens. Ja, ja, ja. Dus dit zijn inderdaad kleine dingen die belangrijk zijn om te weten over dieren. Mm-hmm. Surinaamse dieren, echt Zuid-Amerikaanse dieren, allemaal heel spannend. Ja. Maar ook over onze natuur. Want zodra die natuur verstoord wordt, dan ga je ook merken, dan verstoort dat dier, krijgt stress. Ja, ik bedoel, een dier kan ook stress krijgen, net als wij. Klopt. Wat gebeurt? Immuunsysteem gaat omlaag en ze krijgen ziektes. Wat hebben we gezien bij de dolfijnen die wij hier hebben? Die hebben een bepaalde huidziekte. En die huidziekte die wordt hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt doordat inderdaad er toch veel stress is waar ze onder lijden. En ze niet volledig gezond zijn. Dus zo kunnen ze dan ook weer fungeren als een indicator van de gezondheid van het ecosysteem. Dus dat soort zaken, denk ik, zijn heel belangrijk. Dus wat we uiteindelijk moeten bereiken is dat de natuur gezond is, de dieren gezond zijn. Juist. En dan zijn wij ook gezond. Klopt, ja. En dat is, denk ik, vooral waar wij ons werk op richten. Wij werken vooral in de kustvlakte, want daar zijn wij mensen vooral aanwezig. Ik wil niet zeggen dat in het binnenland niet veel gaande is, wat misschien beter zou kunnen. Ja. Wel zeker, maar wij hebben gewoon besloten, wij gaan werken in die kustvlakte en in het marinegebied, omdat we met die dolfijnen werken. Deed het ons heel snel beseffen dat als je een dolfijnenpopulatie wil beschermen, dan moet je hun omgeving beschermen. Klopt. En die omgeving, die staat weer in contact met die oceaan. En die oceaan is uniek voor onze aarde. We hebben één oceaan en die is verbonden overal, van hier tot India. Hè, er zitten wel wat landmassa's tussen, maar uiteindelijk heeft dat water is in contact met elkaar. Klopt. Ja. Zo. Dus, we hebben nog een heleboel te doen. Misschien is het een idee om een programma te beginnen waarbij meer informatie komt naar de gemeenschap. Want dat is, denk ik, heel belangrijk ook voor de tv-stations, alle media, om inderdaad meer aandacht te gaan besteden. Maar niet vanuit het oogpunt van sensatie. Nee, klopt. Maar om de mensen iets te leren, zodat we beter leren omgaan met de natuur. Ja. Ik heb een keer iets gelezen van een elder van een Noord-Amerikaanse Indiaanse stam. En zij zegt, wat we moeten doen als mens, als je op aarde komt, je leeft in de natuur, je hakt misschien een boom om en alles. Ze zegt, maar uiteindelijk gaat het erom dat we de natuur achterlaten, niet zoals we het gevonden hebben, maar beter en mooier zelfs dan we het gevonden hebben. En ik denk dat dat echt onze taak is, om te kijken hoe we aan restauratie kunnen gaan doen. Want uiteindelijk in het binnenland zijn er vreselijke taferelen. Ik zie het, omdat we zelf niet in het binnenland werken, zie ik het eigenlijk altijd alleen maar vanuit de video's en de foto's die je ziet. Kraters, mensen kunnen niet meer gebruik maken van het rivierwater. We verdienen geld ermee, maar gaan we dat geld gebruiken zodat we de rekening kunnen betalen van de dokter omdat we ziek zijn geworden? Klopt. Doordat we de natuur zo behandeld hebben. Gewoon een kettingreactie. Ja. Zo. Maar Green Heritage Fund heeft natuurlijk ook activiteiten. Waarmee zijn jullie bezig voor de toekomst? Binnenkort. Ja. Wat voor activiteiten heeft u binnenkort? Nou, om dan weer terug te komen op de oceaan. Ja. We gaan net als vorig jaar. Vorig jaar hadden we eigenlijk gepland, want elk jaar doen we iets met Wereldoceaandag. En we hadden al 2 jaar lang, hadden we aan de waterkant, hadden we een evenement met een reusachtige vlieger van een walvis. Ja. En dat was een succes. En toen hebben we gezegd, we gaan in 2020 gaan we naar Nikeri met die walvis. Oh. Ja. Maar ja, en toen kwam COVID. Dus toen ging dat niet door. Maar toen hebben we toch een evenement gehouden, dat was een virtuele conferentie. De focus lag heel erg op sea turtles en vervuiling.
Ja. We hadden een aantal internationale sprekers die expert daarin waren. En dit jaar gaan we dus weer hetzelfde doen, want de situatie is jammer genoeg niet veranderd. We hebben een hele spannende spreker, keynote speaker uit de Verenigde Staten, Dr. Tiara Moore. Okay. Zij is van Black in Marine Science. Laat zien dat één vrouwen marinebioloog kunnen zijn. En ook gaat ze een beetje vertellen over de obstakels die zij is tegengekomen in de Verenigde Staten. Mm-hmm. Met het feit dat zij als black is. Dat is natuurlijk voor ons hier heel anders. Ja, klopt. Maar dat is natuurlijk voor hun een thema wat erg speelt. Mm-hmm. Maar op zich eens, ze is een vrouw, ze doet wetenschap en ze is marinebioloog. Nou, het is een binationaal evenement. Mm-hmm. Het is een virtuele conferentie. Iedereen mag meedoen, ja. Kan je opgeven. We gaan samenwerken met Guyana. En hopen dus samen een gesprek eens bij elkaar te kunnen brengen die interessante onderwerpen kunnen bespreken. Onder andere over die vervuiling, ja. Die van boven Suriname, boven Corantijn, etc., boven Marowijnen, langzaam maar zeker zich naar de oceaan begeeft. Klopt. Ja, dat vergeten we. Het is niet zo dat je iets kan weggooien. Mm. Ik was in India een aantal jaar geleden, dus ook alweer 15 jaar geleden, was ik naar een conference en daar had mevrouw een boekje geschreven en dat heette, het kwam er eigenlijk op neer dat weggooien niet bestaat. Okay. Want als ik iets weggooi, dan gooi ik het altijd ergens anders, bij iemand in de tuin. Mm. Dat is een heel erg leuk boekje. En ik wilde het toen vertalen, zodat we het hier ook zouden kunnen gebruiken. Omdat mensen dan beseffen dat als ik het hier weggooi, dan komt het wel bij iemand anders terecht. En ik denk dat dat een heel essentieel iets gaat zijn binnen die virtuele conferentie. We gaan ook booths hebben als bij een echte conferentie. We hebben een zaal. Vorig jaar hadden we hetzelfde platform gebruikt. Mm-hmm. En je hebt dan inderdaad mensen die dan hun eigen boot bemannen. We hadden de kustwacht was aanwezig. We hadden verschillende, het mangrovenforum, Gobana. Nou, noem maar op, allerlei mensen die zich bezighouden met dit soort vraagstukken. Ja. En om mee te doen, is dat gewoon aanmelden via jullie Facebookpagina? Dus mensen moeten ons even volgen via de Facebookpagina. We gaan heel binnenkort de agenda publiceren van het evenement en dan kunnen mensen zich beginnen op te geven. Okay. Dan moet je een kaartje nemen. Het kaartje is free. Okay. Dus er is maar één manier waarop je een kaartje kan krijgen, maar zonder dat kaartje kan je niet naar binnen. Niet naar binnen. Dus het is wel belangrijk dat mensen zich opgeven. Heel mooi. En dan kunnen komen kijken wat één dokter Tiara Moore te vertellen heeft, maar ook de andere experts met wie we in zee zullen gaan. Nou, mevrouw Polen, is heel erg interessant. En inderdaad een idee om een programma te beginnen. Maar ik zou zeggen, heel veel succes met uw activiteiten. Ik weet zeker dat u goed werk verricht, dus geen twijfel daaraan. Ja. Even nog wat toe te voegen? Nou, ik wil nogmaals alle kijkers uitnodigen om mee te doen aan de virtuele conferentie. Ja. Ik zou ook zeggen, volg ons gewoon op Facebook. We hebben een mooie website ook. Mensen kunnen zich aanmelden als vrijwilliger. Ja. Mensen kunnen doneren, dus er zijn vele manieren waarbij mensen betrokken kunnen raken. En ik wil jullie hartelijk danken voor de uitnodiging. Graag gedaan en succes. Ja, dankjewel. Tijdens een op zondagmiddag 25 april gehouden COVID-19-update persconferentie van het Outbreak Management Team en de gezondheidsautoriteiten zei minister Amar Ramadien van Volle Gezondheid zeer bezorgd te zijn over het aantal personen dat COVID-positief is getest met buitenlandse varianten, vooral de Braziliaanse en Britse variant. Van vrijdagavond 30 april 8 uur tot en met maandagochtend 3 mei 5 uur is er weer een lockdown. Van maandag 26 april tot en met vrijdag 30 april geldt de avondklok van 8 uur 's avonds tot maandag 3 mei 5 uur 's ochtends.
De scholen op elk niveau blijven tot nader orde gesloten. In een bekendmaking laat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur weten dat de scholen op alle niveaus tot nader orde gesloten zullen blijven. Het ministerie benadrukt dat het onderwijsproces desondanks wordt gecontinueerd. De instructies met betrekking tot onderwijs op afstand zullen in de komende periode via de schoolleiders worden voorzien. De officiële berichtgevingen en nadere instructies vanuit het ministerie zullen via onze Facebookpagina, website en de schoolleiders bekend worden gemaakt. Minister Krishna Mathura van Defensie vraagt iedereen om verantwoordelijkheid te nemen en zorgvuldig de COVID-19-regels na te leven. In het tweede weekend total lockdown staat de bewindsvrouw stil bij de 193 Surinamers en de miljoenen anderen in de wereld die overleden zijn aan COVID-19. Laten we bezinnen, bidden en meeleven. Laten we verantwoordelijkheid nemen om zorgvuldig COVID-regels na te leven, rekening te houden met anderen en te ondersteunen. We hebben elkaar nodig in deze strijd, aldus de minister. Normaal zou je hem zien en verwachten aan de Van Sommendijkstraat bij de dijk. Maar vandaag is hij daar niet. Vandaag is hij ergens in het binnenland. En wij gaan praten met Vincent van Twijver. En hij is directeur-eigenaar van barrestaurant De Dijk, gevestigd aan de Van Sommendijkstraat. En we gaan praten met hem over zijn onderneming in coronatijd en de maatregelen die er nu zijn genomen en of worden getroffen in dit verband. Vincent, welkom vanuit het binnenland. En hoe kijk Dank u wel, meneer Pierkan. Hoe kijk jij er tegenaan? Dank u wel. Vandaag kijk ik naar een hele prettige omgeving. Maar uiteraard had je eigenlijk veel liever geld verdiend dan waar ik nu ben. Dat begrijpt u ook, maar ik heb het aangename nu eventjes maar voor gekozen dit weekend. En we zijn werkelijk even naar het binnenland, naar Klaaskreek getrokken, om daar even uit te rusten. Ja, wanneer ben je met jouw onderneming begonnen, De Dijk? We zijn in 2018 zijn we begonnen. Daarvoor was ik ook bij Frederiksdorp actief. Maar de kans deed zich voor om in de Van Sommelsdijkstraat een bar-restaurant te beginnen. En dat is voor Suriname een droomlocatie. En ik wilde die kans niet laten lopen. Ja, en wat heeft jou gebracht naar Suriname om hier te beginnen? Zo, dus ik ben... Het is een redelijk lang verhaal, maar ik ben... Ruim 20 jaar geleden ben ik een dame tegengekomen waarbij in het wel Nederlandse paspoort staat dat ze ooit geboren is in het district Brokkoponde. En naar aanleiding daarvan kom je de eerste keren. Toen was ik ook nog heel erg actief binnen de Nederlandse tafelronde. Dus ook bij de Surinaamse tafelaars heb ik toen veel bezocht. Dus je hebt familie, je krijgt vrienden. Het wordt steeds leuker. En mijn beroep in Nederland was niet het allerleukste beroep. Dus dan ga je de afweging maken van wat je met de rest van je leven wil. Zo ben ik in Suriname terechtgekomen. En je hebt er veel plezier in, Suriname. Ja, we zijn 11 jaar geleden zijn we definitief hier gaan wonen. Nou, dat gaat natuurlijk met z'n pieken en dalen. En je moet veel leren van het land zelf. Hoe het is om er te wonen. Maar we genieten volop. Oké, je hebt een zeer bekende locatie. De Dijk aan de Van Sommersdijkstraat. En ook jouw onderneming wordt nu getroffen door COVID-19. Wat zijn de gevolgen van deze coronavirus-pandemie voor jouw onderneming? Als onderneming heb je vanaf het begin... Misschien kunnen ze nog herinneren dat in half maart is het eerste geval gekomen. Toen was Suriname direct in paniek. En was de eerste maatregel direct om maximaal 50 mensen toe te mogen staan op een locatie. En dat had voor mij direct gevolgen, omdat het eerste... Ik zou dat weekend een feest geven met 3 buitenbars en dergelijke. Nou, dan heb je je inkoop. Dat was de eerste klap. Vrijwel direct daarna kwam het verzoek of bevel eigenlijk van toenmalig DC Nerkust om alleen als take-out te functioneren. En ja, wij zijn een bar-restaurant die het van de gezelligheid moet hebben. Die... Wat moeilijkere gerechten maakt misschien als je praat over meenemen of ophalen. Gerechten die het heel goed doen als je lekker op een terras zit en aan het borrelen bent. Maar zich heel moeilijk laten wegzetten in een meeneembak.
En dat maakte dat we eigenlijk zijn teruggevallen tot ongeveer 5% van je originele inkomsten. Dat is een hele grote val, 5%. Dat is een krankzinnig geval. En je hebt een klein beetje een basis opgebouwd. Je hebt iets, ja, we hebben met personeel hebben we kunnen regelen, want ja, je bent verantwoordelijk voor heel veel mensen. We hebben met hun gesproken en zij zijn bereid geweest om allemaal actief te blijven, maar dan een deel van het salaris in te leveren. We hebben links, rechts geschoven. Ik heb het geluk gehad dat mijn verhuurder coulant was, zelf ook ondernemer, horecaondernemer. Dus die zag zelf ook natuurlijk bij zijn eigen bedrijf die enorme terugval. Dat heeft me voor een groot deel gered. Je hebt wat bedrijven met wie je goede afspraken kan maken. Maar ja, de andere voorzieningen blijven gewoon doorlopen. En u weet, die zijn zelfs omhoog gegaan qua prijzen. Als je de EBS, SWM, Telesuur. Dat waren bedrijven die in het begin zeiden van, nou ja, wacht maar een maandje. Maar na de tweede maand begonnen ze ook weer te bellen. Dus dat bleef gewoon allemaal doorgaan. Dus, sorry. Het is bijna een wonder hoe je dat een jaar hebt kunnen uitzingen. Gelukkig ook één keer steun gehad vanuit Nederland. Om iets te kunnen compenseren, om het te kunnen regelen. Maar voor het overige hebben we moeten passen en meten. En hadden we eigenlijk nu gedacht dat we er waren. Hè? Toen het uiteraard in november, december, dat waren, vooral november was de enige maand waarin we min of meer ouderwets konden functioneren. Toen de omzetten ook gelijk waren aan vroeger. Dat heeft in december nog 2 weken mogen duren. En toen was ook die koek weer op. Nou, laatst mocht je tot 11 uur. Dan kunnen wij alweer redelijk functioneren. Maar je moet zich voorstellen dat als een klok weer naar 8 uur gaat, of nog erger naar 6 uur. Ja, dan heb je een paar lunches en een paar koppen koffie. Daar ga je ook de kosten weer niet van kunnen dekken. Oké, Vincent, jouw locatie, de dijk, dat is op een prime locatie. Als we een locatie moeten identificeren, dan jij bent op een prime locatie. We zien dat we ups en downs krijgen in COVID. We zien maatregelen worden soms minder, maatregelen worden strenger. Hoe kijk je op midden- en langtermijn ernaar? Want we weten dat het vooralsnog niet weggaat. Wat verwacht je dat die overheid min of meer doet, dat bedrijven toch nog een beetje stabiel kunnen gaan draaien? Ja. Wij zijn, als je hierover praat, heb je natuurlijk gehad, in de Van Sommelsdijkstraat is een groot deel van de inkomsten zijn afkomstig van toeristen. Die hebben we al een jaar niet gezien. Af en toe loopt er wel weer eens een ouderwets groepje door de straat. En herken je dan meteen het cabinepersoneel van, of wat ook, hè, van een vlucht. Maar die inkomsten zijn bijna 100% weggevallen. Dat betekent dat we het allemaal lokaal van de lokale mensen moeten hebben. Dat gaat vrij aardig, maar en de Surinamer heeft werkelijk geleerd om wat vroeger uit huis te gaan. Maar dan moet de avond wel kunnen duren tot 11 uur, bij wijze van spreken, niet tot 8 uur. Dus als ik nu een beroep zou mogen doen op de overheid, dan zou ik zeggen van jongens, je hebt legale locaties, je hebt plekken waar mensen iets kunnen gaan drinken. Benut die plekken, geef die mensen de ruimte om te functioneren en laat het plezier daar plaatsvinden. Sluit die bedrijven niet, want met een klok van 6 uur of 8 uur sluit je min of meer die bedrijven en drijf je mensen de illegaliteit in. Want vertier gaan ze zoeken. Ja, en dat kan bij ons op een veilige manier, want we hebben eindeloos gesproken over protocollen. U zet een prime locatie, dat is waar. We lopen natuurlijk heel erg in het oog. Dus bij ons rijden continu politieauto's voorbij om te kijken dat er niets vreemds gebeurt. Nou ja, wat zijn ongeveer die protocollen? Dat zijn tafels die ver uit elkaar staan. Dat is bediening die met een mondkap rondloopt. Dat is registratie van mensen die bij je komen eten. Dat zijn dingen waar je allemaal aan kan houden. Je kent de politie, dus je praat veel met ze. In het begin hebben we bijvoorbeeld één keertje live muziek gehad. En toen gingen de mensen toch dansen met elkaar. Nou, dat zijn dingen die kunnen niet. Dus dat corrigeren we nu. Dus als je nu een dansje doet, dan is het bij je eigen tafel. Dan kan het weer wel. Maar zo leer je eigenlijk met elkaar leven. En is het wel mogelijk om binnen de coronaproblematiek te functioneren? Ja. Maar met een normale tijd. Ja, jouw locatie heeft twee faciliteiten. Je hebt de indoor locatie en je hebt de outdoor locatie. Hoe ga je om met die indoor locatie? Indoor is bijna de hele periode gesloten geweest. En dat begrijp ik wel.
Binnen. Ik heb altijd een indoor locatie gehad, omdat daar een airco voorziening is. Dus dat is overdag is dat heerlijk met de lunch. Dan kunnen de mensen in alle koelte kunnen ze toch eventjes wat eten. Maar dan moet ik eigenlijk de keukendeur open houden, de binnendeur en de voordeur. Dan zou je voldoende ventilatie hebben. Nou, als je met die keuken, dan komen die luchten erin. Dat is bijna niet te doen. Dus liever sluit ik dan die locatie. En ik heb buiten heel veel ruimte. Dus binnen de regels van het aantal mensen en zo, kunnen mensen bij mij buiten terecht. Ja, je hebt eerder gezegd. Dat is goed te doen, in het vierkant, zolang je tot 11 uur open kan. Want u moet zich realiseren, zeg maar om 7 uur, hè, dan is die zon ondergegaan. Dan is het nog vreselijk warm. En daarna is het prettig vertoeven. Ja, dus je hebt ook gezegd, Surinamers hebben geleerd om vroeg uit te gaan. Want wij hebben een mentaliteit om laat uit te gaan. Dus COVID heeft ons toch iets geleerd om vroeg uit huis te gaan. Ja, dat is werkelijk gebeurd. Je ziet dat mensen veel eerder geneigd zijn om vroeg te komen. Dat we ook wel weer geleerd hebben dat het om 11 uur klaar is. En dat we dan naar huis gaan. En je ziet ook mensen dat zeg maar de borrels, hè, dus na werk gewoon meteen uit werk naar de plek toe gaan. Dat is ook veel meer erin geslopen. Omdat je natuurlijk nu niet meer eventjes rustig kan baden. Hè, even liggen. En als je dan per ongeluk wakker wordt, dan we kunnen nog wel gaan. Okay, dus je hebt ook wat bijgezien dat mensen direct naar het werk aansluiten. In plaats van, want we hadden de gelegenheid om na het werk naar huis te gaan. En dan gaan we slapen. En dan gaan we nog kijken of we weer uit huis willen gaan. En nu sluiten precies we weer aan. Ja. Dus het was ook wel voor het ondernemen was het wel een stuk prettiger. Dat je niet tot 9 uur, 9:30 hoefde te wachten voordat het gezellig werd. Het wordt nu veel eerder, wordt het leuk. Oké, vroeg uitgaan, vroeg sluiten, dat is ook goed voor een onderneming als van jou. Dan in plaats van tot 4 of 5 uur open te blijven? Voor mijn nachtrust. Voor je nachtrust? Voor mijn nachtrust is het beter, ja. Ja, okay. Ja natuurlijk. Je komt nu, als je tot 11 uur open mag, dan ben ik ongeveer 12:30 ben ik wel thuis. En het vervelende van ons beroep is dat we vaak om 19:30 of om 8 uur alweer worden gebeld door de leverancier van olie, bij wijze van spreken, die niet helemaal rekening houdt met de sluitingstijden. Dus je bent gewend korte nachten te maken, maar het scheelt natuurlijk wel als je 6 uur hebt geslapen, dan kan je dat wel weer aan. Oké, maar je hebt intussen in COVID-tijd, na pakweg 1,5 jaar, heb je geleerd met passen en meten binnen je onderneming. Ja, maar het is... Ja, je moet, weet je hebt ook nog gehad dat die persconferenties, die kwamen vaak pas op zondagmiddag of zoiets. En dan gingen ze die avond of die maandag gingen ze in. Nou, dat betekende ook dat je enorm moest opletten op... dit is mijn zoon, dus ik ga even vragen jongens, want het is uitzending om eventjes hier te staan. Ja. Kom? Ja? Dat is goed, Sterre, ga je gang. Sorry, ze waren even nieuwsgierig. Nierig. Je bent in de natuur. Maar waar had ik het over? Wat was uw vraag? Ja, dat over de persconferenties die vrij laat beginnen. En op de ja, alle maatregelen die men neemt gaan vaak dezelfde avond of de dag daarna in. Dat vraagt ontzettend veel van een ondernemer. Want je moet je roosters daarop aanpassen. Ja. Je moet je marketing erop aanpassen. Je communicatie naar mensen toe moet je aanpassen. Je inkoop wordt erdoor beïnvloed. Er zijn ontzettend veel factoren afhankelijk van een bericht wat je krijgt op het laatste moment vaak. Ja, en dat komt natuurlijk bedrijven niet goed uit. We hebben het pakweg 1,5 week geleden gezien, toen iedereen abrupt een bericht kreeg op die vrijdag dat iedereen dicht moest op die zaterdag. En plotseling hoorden we weer van niet. En plotseling hoorden we weer, de klok werd over en weer geschoven. Je hebt het over een beetje dat die overheid een beetje beter moet communiceren, vooral met mensen die ondernemingen hebben. Als je nagaat, als je een avondklok hebt tot 11 uur, dan draaien wij 2 shifts. He, dus dan kan ik de mensen daarop voorbereiden dat je hebt een ochtendploeg en een avondploeg. Als de klok teruggaat naar 6 uur, dan ga je alweer terug naar 1. Als er een klok is tot 8 uur, dan moet ik natuurlijk alweer... Je kan niet mensen om 10 uur laten beginnen en dan tot 8 uur laten werken. En dan moet je nog eens een keer misschien schoonmaken. Dan zijn die dagen te lang. Maar het is ook weer ontzettend moeilijk om natuurlijk shifts te draaien van 4,5, 5 uur. Dat kan je ook niet met mensen communiceren intern. Dus wat je dan vaak doet, is dat je als ondernemer neem je verlies dan maar weer en laat je ze eerder komen of laat je ze
voor niets bijna natuurlijk, maar in ieder geval zodat er maar normale shifts zijn. Dat zijn hele kleine gevolgen die je hebt naar aanleiding van maatregelen. Nu heb je ook bijvoorbeeld dat ze, volgens mij na het gesprek wat ze op zondagavond hebben gehad met VSB, met meneer Rente, dat ze kleine aanpassingen hadden gedaan aan deze full lockdown maatregelen. En een van die dingetjes was dat er opeens tussen haakjes tussen stond van dat je mocht bezorgen als restaurant op zaterdag en zondag. Nou, als je weet wat je moet regelen in feite om te mogen bezorgen, dan kan je dat niet eventjes op woensdagmiddag tot je nemen en dan denken dat je op vrijdag klaar bent. Dat krijg je niet georganiseerd. Dus wat ik vaak... Ik heb een algemene dispensatie. Maar voor mijn personeel is het bijna onmogelijk om die dispensatie te krijgen. Men waarschuwt je daar ook voor. Van overdrijf het niet, die aanvragen. Dat betekent dat ik vaak over straat moet s'nachts met personeel om ze thuis te zetten. Zodat je de verantwoordelijkheid voor ze kan nemen. Maar dat leidt natuurlijk bij blokkades tot hele vervelende taferelen. Ja, en eindeloze discussies. Moeilijke discussies. En ja, echt lastige discussies. En je proeft daarin eigenlijk dat het ook steeds een beetje agressiever wordt. En dat zijn hele nare momenten, eerlijk gezegd. Vooral ook omdat er militairen tegenwoordig achter die politieagenten staan met mitrailleurs. Dan voelt het een beetje alsof ondernemen... Weet u, en als je... Ik heb bijvoorbeeld discussies gehad over of ik werkelijk een restaurant heb. Of ik werkelijk mag bezorgen. Wie die mensen dan daarachterin zijn. Wat hun functies zijn. Hoe ik kan bewijzen dat ik ben. Het zijn hele moeilijke gesprekken. Oké. In elk geval, Vincent, laat me je veel succes toewensen met je onderneming De Dijk. Moeilijke tijden voor alle bedrijven. Ook onder andere voor jouw bedrijf. En ik wil je alvast nog hele mooie tijd toewensen waar je bent in het binnenland op Klaasriek. In elk geval geniet je wel van de natuur terwijl wij hier in de stad zijn. Zo is het. Dank u wel, meneer Pierkamp. Bedankt u wel voor de tijd en succes. Dank u wel. Zakenvliegtuigen staan op de radar van de Europese autoriteiten na de ontmanteling van de drugsbende die privévliegtuigen gebruikte om cocaïne van Brazilië naar Portugal te smokkelen, aldus de nieuwswebsite Inside Crime. Onlangs werd op de luchthaven van het Braziliaanse Belém nog een zakenvliegtuig met bestemming Suriname voor korte tijd aan de ketting gelegd, omdat aan boord vloeibare cocaïne zou zijn aangetroffen in flessen cosmetica. De twee piloten werden 2 dagen vastgehouden. Het was loos alarm. Er bleek geen cocaïne aan boord te zijn geweest. President Chandrika Prasad Santokhi erkent dat prijzen van producten in winkels en supermarkten maar niet willen dalen, ondanks allerlei door de regering genomen maatregelen. Veel mensen ontvingen voedselpakketten. We zijn daar geen voorstander van. Dit land ontwikkel je niet met pakketten. De cultuur van het beleid was pakketten uit te delen en er was een corruptiecultuur. Dat heeft een vernietigend effect op onze samenleving gehad. We gaan die economie herstellen. De koers is geunificeerd en dat leidde tot aanpassing van de prijzen. Het basiszorgkaartenbestand is van 200.000 geregistreerden teruggebracht naar 70.000. Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken zegt dat de situatie die bij het aantreden van de huidige regering werd aangetroffen, niet gecontinueerd kan worden. We hebben een politiek vervuilsysteem overgenomen qua basopasjes. Het ging om 200.000 mensen, waarvan een deel terecht, maar een nog groter deel onterecht in aanmerking was gekomen van een basopas. Dit kostte de staat natuurlijk miljoenen per maand, meldde de bewindsman vrijdag na de regeringsraadsvergadering. Het NDP-assembleelid Melvin Bova zegt zondag 25 april in gesprek met Dagblad Suriname te pleiten voor de invoering van een COVID-infolijn en voor meer preventie en handhaving. Ook heeft hij de gezondheidsautoriteiten voorgesteld om op vrijdagavond de avondklok te verschuiven van 6 uur naar 8 uur. Dat verzoek van Bova is door het Outbreak Management Team aangenomen, zo blijkt tijdens de persconferentie zondagmiddag 25 april. De oliemaatschappijen Apache en Total zullen naar verwachting tegen het einde van dit jaar een finaal investeringsbesluit ondertekenen voor de olieproductie in het offshore gebied dat bekend staat als Blok 58.
Na de ontwikkelingsfase van circa 5 jaar zal de daadwerkelijke olieproductie in 2026 beginnen. Uitgaande van de olieprijs van $55 per barrel worden de olieinkomsten voor Suriname in het eerste jaar van productie geschat op $640 miljoen, welke gelijk is aan 24,9% van het huidige BBP. Deze inkomsten behelzen royalties en inkomstenbelasting. De stijging van de euro en US dollar straatkoersen zorgt voor veel onrust. Minister Arman Tagaybersing van Financiën en Planning ging daarom in op vragen over de huidige koersontwikkeling en stijging van prijzen voor goederen en diensten. De wisselkoers is bepalend voor ons economisch leven. Zo stegen er prijzen van goederen en diensten naarmate de wisselkoers omhoog gaat. Voor onze economie is de focus wat meer op de US dollar. Hebben we al die jaren constant gekeken naar de televisie, omdat we allemaal liefhebbers zijn van Zuid-Amerikaans of Europees voetbal? Hebben we al die jaren genoten van de televisie van de topkwaliteiten van het Europees voetbal? Niet zo lang geleden mochten we genieten ook van hetzelfde niveau dan wel met ons nationaal elftal, en dit dankzij de bondscoach Dien Goree. We hebben genoten allemaal van de wedstrijden die hier gespeeld zijn geworden en die ook in het buitenland gespeeld zijn geworden. Vandaag praten we met Dien Goree. Hij is de bondscoach van ons nationaal voetbalelftal. Afgekort, populair wordt het nou genoemd, Nacho. Dien, welkom. We hebben al een paar wedstrijden achter de rug gehad. Het publiek was heel erg enthousiast. We hebben Cayman Island in Suriname gehad. Het enthousiasme ligt er niet om. We zijn allemaal toen naar Amerika gegaan en daar hebben we ook tegen Aruba gespeeld. Het enthousiasme ligt er wederom niet om, want de cijfers waren ook groter dan tegen Cayman Island. Hoe is het enthousiasme van het Surinaams publiek na de gewonnen wedstrijden en het team dat gepresenteerd is bij je overgekomen in die periode? Nou, het is heel goed overgekomen. Dat merk je aan wanneer je op straat loopt, hè. De reacties van de mensen als je een winkel binnenstapt of als je ergens voorbij loopt, dan is het vol enthousiasme dat men praat over Nacho. En dat is een heel mooi gevoel, lekker gevoel, vooral de waardering die je dan krijgt van de Surinamers in ons land. Ja, maar met al die waarderingen die er komt, wordt de druk voor jou dan niet groter? Want naarmate men zegt, hey, dit is goed, wil men altijd ook beter hebben. Ja, hoe meer op het veld staat, hoe groter de druk wordt. Dus, maar dat is inherent aan het voetballen. Dus ik heb dat al 17 jaar in mijn carrière meegemaakt. En nu ook weer een kleine 10 jaar als trainer. Oké, geweldig. We hebben de wedstrijden gezien van Cayman. En we hebben van Aruba ook gezien. Het publiek heeft het ook mogen zien. Hoe zijn deze wedstrijden bij jou overgekomen? En wat denk je dat toch nog beter kan gaan gebeuren na deze twee gespeelde wedstrijden? Nou ja, kijk, gezien we maar een uurtje hebben getraind met elkaar voordat we de wedstrijd tegen Cayman Islands spelen. En daarna hebben we een uurtje getraind voor de wedstrijd tegen Aruba. Moet ik zeggen dat we toch heel goed hebben samengespeeld. De jongens zijn vrij vlot ingespeeld op elkaar. Het is dan natuurlijk niet wat het wezen moet, maar het is een goed begin. En als je kijkt naar spelers die bij elkaar zijn, gaat het alleen maar beter. Dus hoe meer we bij elkaar kunnen komen, hoe beter het gaat. Ja, de spelers die met elkaar hebben gespeeld binnen Nacho, dat zijn jongens die in verschillende landen spelen, voor verschillende elftallen. En ze hebben elkaar ook waarschijnlijk nooit eerder ontmoet in zo'n collectief verband. Hoe ben je ermee omgegaan dat ze elkaar beter leerden kennen in de intercommunicatie tussen personen onderling? Want ze kennen elkaar in principe niet. Ze kennen elkaar van, ja, we kennen elkaar van voetbal, maar we hebben samen nooit gevoetbald. Ja, dat klopt. We kennen elkaar natuurlijk van hallo en dag. Maar ze kennen elkaar niet van het voetballen van elkaar. Dat klopt. Ik heb ze natuurlijk ook geselecteerd op ervaring. Je ziet dat die jongens wat oudere spelers zijn, met veel ervaring. Dus ze zijn goed opgeleid en ze begrijpen het systeem wat we ook spelen. Dus ja, we maken er het beste van. Zoals ik al zei, ze zijn nog niet zoals het wezen moet, maar het is een heel goed begin. En het smaakt naar meer. Ja, inderdaad. We hebben
Cayman verslagen met 3-0 en daarna volgde Aruba en die ging met 6-0. Maar binnen het verband van het aantal ploegen waarin we zitten met vier ploegen in een pool, waaronder Canada, dan worden in principe deze twee niet gerekend tot de twee, dus aanhalingstekens, sterkere voetballanden. En nu gaan wij wel een tree hoger moeten. We gaan naar Bermuda. We hebben weliswaar gezien dat Canada Bermuda heeft verslagen. Maar het belangrijkste game voor ons wordt, en daar kijkt iedereen naar uit, dat wordt Canada. Maar die Canadezen, die hebben natuurlijk ook kennis genomen van wat wij doen. En jij neemt natuurlijk ook kennis van wat zij doen. Hoe kijk jij daaraan dat wederzijds, want jij bent een bondscoach, je hebt ook een collega bondscoach aan de andere kant. Hoe kijk je in die man zijn beeld van hoe hij naar Suriname kijkt? Wat denk je dat hij ziet? En wat denk jij dat jij daar ziet? Ja, nou, kijk, voetbal is ook een soort schaakspel, hè? Je bent aan het kijken naar waar de zwaktes zijn. En je probeert het tegenstander te lezen. Wat gaat hij doen? Wat gaan ze van ons verwachten? Waar kunnen we toeslaan? Welke soorten systeem moeten we spelen? Kijk, en als je allebei dat doet, dan blijft er uiteindelijk één ding over. En dat is de kwaliteit. Wat je op het veld laat zien op die dag. En dat kan alle kanten op gaan. Wat ik wel weet is dat de spelers die we hebben, het Canada heel moeilijk gaan maken. Dus ik ga er gewoon vanuit dat we met een positief resultaat naar huis komen. En het gaat niet makkelijk worden. Het gaat een echte strijd worden. Maar ik ben er wel positief over. Oké, maar we moeten eerst Bermuda pakken. Voor we naar de laatste wedstrijd van Canada gaan doen. Kijk even. Ja, vergis je niet in Bermuda. Kijk, Bermuda heeft natuurlijk 5-1 van Canada verloren. Maar Bermuda speelde zonder hun profs. En tegen ons gaan ze met hun profs spelen. Dus het gaat een hele andere wedstrijd zijn. Ze hebben fantastische spelers in Engeland lopen. Die niet hebben gespeeld tegen Canada. Maar die tegen ons in actie gaan komen. Dus we kunnen onze borst nat maken. Ja, ik had goed begrepen dat een aantal van hun spelers in de wedstrijd van Canada niet mee konden doen vanwege niet getest PCR-test, dacht ik, in die periode. Ja. En ze gaan diezelfde foto waarschijnlijk niet tegen ons maken. Nee, dat denk ik niet. Correct. Maar, dus in principe kunnen we niet zeggen van, ja, er is één sterker, één zwak, want we moeten alle wedstrijden winnen. Daar komt het op eigenlijk neer. Nee, dat klopt. Dus we moeten gewoon bijkijken. Ik ga hiervan uit, en dat is als je tegen Bermuda met 1-0 wint, tegen Canada met 1-0 wint, dan ben je gewoon door. En het is makkelijker gezegd dan gedaan, maar daar gaan we wel voor. Ja, maar als we terug weer kijken naar het Canadees elftal, die hebben toch spelers die binnen de Amerikaanse voetbalcompetitie spelen, de MLS spelen. En we hebben nog een van de profspelers van hun. Ze hebben een paar uit de Europese League, maar een van de belangrijkste is eentje die in Bayern München speelt. Davis, die speelt daar zo. Ga jij het team van ons zo houden of zeg je van, hey, er komen nog wat jongens bij tussen nu en die periode? Ja, misschien dat er 1 of 2 bij zouden kunnen komen. Maar in principe is dit eigenlijk het team waar we mee doorgaan. Als er nog 1 of 2 spelers bij komen, is echt een versterking of iets wat we nog niet hebben. Ja. Maar op dit moment ben ik tevreden met het team wat we hebben. En daar moeten we het in principe mee kunnen doen. Oké, de Canadezen en de mannen, de jongens van Bermuda, hebben relatief vaker met elkaar gespeeld. En vooral die Canadezen, die hebben vaker met elkaar gespeeld. Hoe ga je erom tussen nu en de periode dat we die wedstrijden moeten spelen, om toch nog te zeggen, jongens, we moeten een beetje vaker gaan oefenen. Hoe gaat dat gebeuren? Ja, wij komen, de wedstrijd is 4 juni. We komen een week voordat de wedstrijd begint bij elkaar. Dus we hebben, ik denk, een training of 8 met elkaar, om in ieder geval het samenspel te kunnen vorderen en elkaar beter te leren kennen op het veld. Dus het is niet zoals die andere keer dat we hebben gespeeld, maar nu hebben we echt een betere voorbereiding. Ja, COVID-19, hoeveel obstakels levert dat op om te zeggen dat we niet vaker bij elkaar kunnen komen? Dat is het grootste probleem geweest in de afgelopen 1,5 jaar. Tenminste, een dik jaar eigenlijk. Je weet niet waar je aan toe bent. Je kan niet echt plannen. Dan gaat het naar Amerika, dan naar het land zelf. Dan weet je niet waar. Het is constant weer, word je verrast met wat anders. Ja. En dat helpt niet. Ja, ik begrijp tot nu toe dat er nog niet bepaald is waar wij die wedstrijd tegen Canada spelen. Hè? Want het kan Amerika worden, of het kan Canada ook nog zelf worden. Nee, ik geloof dat het nu wel duidelijk is dat het
Amerika wordt. Ja, vanwege COVID. Want ik las gisteren nog dat COVID uit de hand is gelopen in Canada. Vooral in de stad Ontario is het uit de hand gelopen. Dus komt het ons beter uit als we in Amerika spelen of Canada? Want... Beter Amerika, want dan is het voor hen ook een uitwedstrijd. En ja. Dan hebben ze natuurlijk het thuisvoordeel wat ze normaal zouden hebben. Ja. En dat is natuurlijk goed. Oh, hebben die jongens toch op de een of andere manier die overal spelen? Want ze spelen in hun diverse clubs. En hebben ze nog eventueel contact met elkaar, al dan niet via Zoom of al dan niet via Skype? Om te zeggen, hey guys, how are you? Het was nice om met jullie te spelen. En we hebben elkaar wel niet gekend, maar nu ken ik elkaar beter. Zijn ze een beetje meer matties van elkaar geworden? Ja, wat ik heb begrepen wel, ja. Ik hoorde van de jongens hier in Suriname natuurlijk hoeveel contact er is. Laatst nog was ik met Apai en zag ik dat hij met Kelvin Leerdam en nog een speler aan het WhatsApp-call was. Ja. En dat is mooi om te horen dat die jongens zo dagelijks met elkaar bezig zijn. Dat het uiteindelijk meer een klik wordt. Ja. En dat is goed. Ja, ik heb toch ook meegemaakt, toevallig was ik ook met jullie, dat hij toch een van die gangmakers tussen de jongens, ja. Hè? Ja. Zelf ja. Tussen de boys. Ja, is een hele goede voor in de groep. Een leider ook. En ja, die kan je, is goed om bij te hebben. Oké, het enthousiasme zit er nog dik in. En jij probeert het team bij elkaar te houden. Dus je probeert die communicatie sterker te maken. En ik neem maar dat we allemaal vol enthousiasme. En ik weet niet van jou, maar hoogwaarschijnlijk ben ik enthousiaster dan jou. Hoewel jij die bondscoach bent. Ja, want dit is zeer uniek voor ons, laat me dat ook zeggen. Ja. Mensen genieten van wat er nu momenteel gebeurt met ons Nacho. Het is na lange tijd, ik dacht vanaf de jaren 70, eind 70, hebben we nooit echt zo'n momentum gekend waar het publiek echt enthousiast is, super enthousiast. Maar wanneer we dit gedeelte hebben gehad, Dien, dan gaan we wel naar de Gold Cup. We moeten nog naar de Gold Cup gaan, hè? Ja, klopt. Ja. Kijk, we zijn voor het eerst in de geschiedenis zijn we geplaatst voor een eindtoernooi. En dit eindtoernooi is niet zomaar een toernooi. Het is een groot toernooi waar miljoenen mensen naar kijken. Ja, ja. De grootste landen. Dus als wij, daar gaan we alvast naartoe. Kijk, iedereen is wel met het WK bezig. Mm. Maar ik ben ook bezig met het goed presteren op een Gold Cup. Correct. Dus, en die is in juli. Dus ja, ik hoop dat de mensen dat ook niet vergeten. Ja, alles komt er achter elkaar nu, hè? Maar vanaf juni, dat betekent dat alles back-to-back komt, geef een moment. En ben je erop goed ingespeeld? Want alles gaat achter elkaar als het eenmaal begint. Ja, je hebt 4 wedstrijden. Je hebt 4 juni, heb je Bermuda. 8 juni heb je Canada. Dan moeten we tegen de andere pool weer naar 12 juni en 15 juni. Dan heb je 2 weken rust, 10 dagen. En dan begin je weer met de voorbereiding voor de Gold Cup. Dan begin je 10 juli met de Gold Cup. En hopelijk tot 1 augustus wanneer we in de finale zitten. Ja, dan ben je in principe ben je met die jongens een kleine 2 maanden bij elkaar. Oké, geweldig. Dien, ik wil je bedanken voor dit gesprek. We gaan nog vaker praten tussen nu en juni. En ook tussen nu en de Gold Cup. Je weet, ik ga erbij zijn. En ook bij de Gold Cup erbij zijn. Hè? Dus ik loop letterlijk achter jou. Oké, prima. Is helemaal goed. Oké, helemaal. Nog bedankt en veel succes. Ja, oké. Bedankt. Gisteren heeft de Ahmadiyya Moslimgemeenschap Suriname het 50-jarig bestaan van haar eerste moskee in Suriname herdacht. De eerste steenlegging van de Nasir Moskee, gevestigd aan de Evramsegenweg 67, vond plaats in 1961, terwijl de inauguratie plaatsvond op 25 april 1971. Dat was precies 50 jaar geleden, stelde voorzitter Samser Ali Sheikh Ali Baks tegenover Dagblad Suriname. De moskee dient momenteel als hoofdkwartier van de AMGS in Suriname. Het echtpaar Paviro Sastro Parto Di Cromo herdacht op 20 april 2021 het feit dat ze 50 jaar is getrouwd. Dagblad Suriname kreeg de volgende informatie van Big Paramaribo Noordoost. Het echtpaar heeft bezoek ontvangen van B.O. Fernandes R., B.O. Dogodu S. en districtscommissaris Ricardo Bola, die de felicitaties heeft overgebracht. Echtgenoot Paviro Sastro, Soedierman, verliet de school op 12-jarige leeftijd om een steentje te kunnen bijdragen in de huishouding.
Hij heeft gewerkt als machinist te Marienburg, als voorman in het Victoria Oliebedrijf en als wachter op de Christus Koningsschool. Echtgenote Pawiro Sastro Parto di Cromo, Marlina Sukarni, heeft de lagere school te Liliendal bezocht, maar ronde die niet af. Zij heeft nooit buitenshuis gewerkt, maar was vanaf het begin een zorgzame huisvrouw. Het echtpaar leerde elkaar op een feestje kennen te Domburg. Zij verloofden na een maand in het jaar 1968, volgens de Javaanse traditie, en waren na 3 jaar bij wet volwassen genoeg om te trouwen. Het echtpaar is gezegend met 7 kinderen, 10 klein en 2 achterkleinkinderen. In hun 50-jarig huwelijk waren er ups en downs. De leuke momenten om aan te denken is de geboorte van hun kinderen. Het echtpaar is gelukkig met hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen.